Marco, als je hier om je heen kijkt, met hoeveel spelers heb jij vroeger gespeeld in nationale jeugdelftallen van de KNVB? Dat zijn aardig wat, ik heb nog niet geteld, maar ik ken er wel een paar, ja. Zou je eens voorzichtig langs kunnen gaan, wie je nog weet? Jorginho, Daly, Klaasie, Soet, Luc de Jong, het waren ze volgens mij een beetje. Nou, maar mooie herinneringen, mooie toernooien. Helaas niet altijd het gewenste resultaat, maar het was een leerzame periode. Venović werd gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. Maar toch waren er andere spelers die eerder de stap maakten naar het grote Oranje. Nou, ik vond het heel mooi voor ze. Ze hadden het verdiend, ze hebben goed gespeeld, dus dan verdienen ze het ook. En dan vind ik het alleen maar mooi dat er spelers van mijn lichting doorbreken. Ben je ook altijd blijven dromen toen je zag dat andere jongens doorbraken en toen je zelf bij Heracles speelde, Vitesse? Ben je blijven dromen van het Nederlands elftal? Tuurlijk, je stopt niet met dromen en het heeft een aantal jaar geduurd, maar ik sta er nu. En als je kijkt naar je eigen pad, als je terugkijkt, ben je blij met de weg die je hebt bewandeld, dat je toch hebt gehaald? Ja, zeker. Het was niet altijd een makkelijke periode. Het zijn ups en downs, maar ik heb een weg ingeslagen dat het nu omhoog gaat. Daarom sta ik nu ook hier en ik ben nog in ontwikkeling, dus ik vind het alleen maar mooi. En nu je hier bent, praat je ook nog wel eens met de jongens van vroeger, met wie je toen speelde? Tuurlijk. Je hebt met iedereen contact en dan heb je het ook soms over vroeger, maar ook over nu. En nu, lekker genieten, hè? Ik zag je veel lachen tijdens de training. Tuurlijk, ik ben hier heel blij en heel trots dat ik hier mag staan en dan laat ik het zeker ook zien.